De Schot Gary Anderson. Thank you, ladies and gentlemen. Hier als eerste geplaatst. First set, first leg. De it's nummer 1 van de BDO. Game on. Misschien wel het grootste talent dat de dartsport kent. Maar de vraag bij Gary Anderson is altijd, welke Gary Anderson staat er op het podium? Is het de man die het in het kopje allemaal goed op orde heeft? Of is het de man 60. Die twijfelt aan zichzelf? Want daar heeft hij nog wel eens last van. Als Anderson de kans krijgt om in zijn ritme te komen, dan zal het heel lastig worden voor Van der Ster om in deze partij een rol van betekenis te kunnen spelen. Want laten we eerlijk zijn, Anderson moet toch in staat geacht worden om te winnen van Van der Ster. Maar je weet nooit wat er mogelijk is als zo'n speler als Van der Ster in de flow komt. Tegen Alan Norris liet hij in ieder geval zien in de kwartfinale waar hij toe in staat is. En dat is tot heel veel. Gary require 160. 160 voor Gary Anderson in de eerste leg. Van der Ster moet er nog even inkomen. Dat had hij in de kwartfinale ook. Toen gaf hij de eerste set af. Was hij echt zoekende. Daarna vond hij het en hield hij het ook goed vast. 102 voor Gary Anderson. 20 gevonden. Bullseye voor dubbel 16. Enkele boel 17 is tops over alle tijd voor de Schot. Zeker geen briljante eerste leg. Maar je kunt hem alvast maar binnen hebben. 60. Anderson naar tops. Gary, you require 40. Ja, game shot. Die is binnen. And the first leg. Zo wint de Schot Gary Anderson de eerste leg. Second leg, it's Henny. Maar dat was ook first. De leg die Anderson game zelf on. Begonnen was. Dus is er voor Van der Ster nog eigenlijk niets aan de hand. 140. Er zijn legio spelers die bij hun debuut op televisie nerveus zijn, angstig spelen, veel missen en onder een niveau spelen en zich daar ook aan ergeren. Dan heb je een kleine categorie spelers die de eerste keer dat ze op televisie zijn ook meteen laten zien waartoe ze in staat zijn. Dat is een kleine groep, maar Van der Ster die hoort voorlopig tot die groep. Speelt het spel dat hij ook op de vloer speelt hier op het podium. 125. Dat is knap als je dat kunt tijdens je debuut. Nick Rolls, de scheidsrechter van dienst. Alle wedstrijden hier door hem of door Red Butler. 140. De Ster laat de blacht in over na 12 darts. 100. Henny require 36. De blacht in. Level 9. Nog één pijl voor Van der Ster. Die in die kwartfinale eigenlijk geen kansen miste, maar dat nu wel doet bij de eerste kans die hij krijgt. 80 voor Gary Anderson. Wow, die gleed een klein beetje uit zijn hand. Want die was gemikt op de triple 20. En die belandt in de enkel 7. Bijna de schrijver dood. Maar die heeft leeft het ook. En dan mogen Anderson naar triple 19 gaan kijken. Maar die is dan geblokkeerd door die ene rare dart die in de 7 zit. Ja, dat is lastig. Hij probeert het wel, mist dan de triple 19. 52 over. En 12 eraf is tops over. 1, een dubbel 4 voor Van der Ster. Die dus wegkomt met dat foutje dat hij maakte. Als hij hem hier gewoon uitgooit. En hier gooit hij hem gewoon uit. Daar maakt er 1-1 van.
Dan heeft hij al die lek te pakken. Throwing first. 100. Ja, dat is knap van de ster. 120 voor hem. En een dart op de grond. 100. Anderson, vorig jaar de winnaar van de Masters. 55. In het verleden is alleen Van Barneveld in staat gebleken om zijn titel te verdedigen. Hij won in 2003 en 2004. 100. Zware opgave dus voor Gary Anderson, die wel zijn eerste 180 van de partij gegooid heeft. Er precies 10 in het toernooi gegooid nu. 60. Gary require 121. 121 voor Anderson, 20 gegooid, triple 17 niet. Maar het ritme van Anderson 57. Gaat omhoog. En dat is bij de schot een goed teken, dan voelt hij zich lekker. 100. Van der Ster niet om een finish. 64. 64 voor Anderson, triple 16 is goed. Dubbel 8. Dubbel 4. Ja, game die shot. Gaat wel. En dan Gary heeft Anderson de 2 in voorsprong. Fourth leg, it's Henny to throw first. Game on. En dit is de taak aan Van der Ster om zijn eigen lek te houden. 60. In ieder geval te zorgen dat hij dichter bij Anderson blijft dan in die vorige lek. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze man kan 100. Scoren alsof het geen enkele moeite kost. 60.55. Ja, en ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Van der Ster minder staat te spelen dan in zijn kwartfinale. Dat hij veel meer problemen heeft om de triples te gooien. Daar waar hij in die kwartfinale heel constant iedere keer in ieder geval 1 triple erbij had. Moet hij daar nu grote moeite voor doen en erg zoeken naar die triples. 100. Nu pakt hij er dan eentje, maar ja, dit is zijn leg en Anderson staat al gelijk. Dus dit is de voorsprong van Anderson, deze 3 darts. Triple, triple. Ja, daar komt hij. Hij geeft het zelf al aan, hij weet het prima. Nog een 180 voor Gary Anderson. En dan is het verschil gemaakt. Van der Ster gaat wel wat druk zetten natuurlijk. Maar is dat 100. Genoeg? Anderson op 41. 1 in tops normaal gesproken. Dat is de 1. Tops daarna. Ja, dit is gemakkelijk binnengepakt door Gary Anderson. 3-1. De eerste set is voor hem. En dan is dit de opdracht die Van der Ster dus heeft. Hetzelfde als in de kwartfinale. Toen kwam hij ook 1-0 in sets achter. Toen herpakte hij zich knap en won hij de 2e set. En vervolgens ook set 3 en 4. Daar moet hij de triples voor blijven gooien. 44. 100. Trekt zichzelf nog even op. 45. 140. Anderson heeft moeite om de grip op zijn vingers te krijgen. Hij is de hele tijd bezig om zijn vingers schoon te likken, op zijn broek vast te wrijven. Om maar grip te krijgen van de ster naar de triple 20 toe. Gooit hem niet uit, maar weet ook dat hij nog terug mag komen. Omdat Anderson ver weg is. Dat zul je toch niet al te vaak meemaken, dat je Gary Anderson op 14. 270 punten kunt houden terwijl je uit bent. 56. 16 en tops. Mist de 16. 9 dan voor tops. 16. Missen mocht.
Hey, Emerson 60. Is not a happy fellow. Henny, you require op dit moment. 40. Hij is ontevreden met zijn spel. Van der Ster naar de dubbel 10. Van der Ster nog meer naar de dubbel 10. Nog 20. Meer naar de dubbel 10. En Van der Ster mist toch een beetje veel dubbels. Gelukkig voor hem staat Gary Anderson op een straatlengte. Ja, die straatlengte wordt nu een steegje. 140. Van der Ster moet nu echt die dubbel 10 gooien. 20. Dubbel 5. En nog twee darts te gaan. Oh, Van der Ster. Ja, dat doe je jezelf echt 16. Geen plezier. Hij mist 6 darts op de dubbel. En geeft Anderson de kans op 72. Triple 12. Niet gegooid. 20 en tops. Voor de Dream Boy uit Schotland. En de 1-0 voorsprong. Ja, ja, ja. Je kunt er je klokje op gelijk zetten. Fouten zoals Van der Ster die nu maakt, worden afgestraft op dit niveau. Je mag niet 6 darts op de dubbel missen tegen de nummer 1 van de wereld. Want je krijgt al niet zo heel vaak 6 darts op je dubbel. In één leg. En je weet dat de Schot daar gebruik van gaan maken. Nu moet Van der Ster echt bij 60. Zichzelf de krachten naar boven halen die hij in de kwartfinale had. Maar als je Van der Ster ziet, 30. Dan is dat zo'n uitdrukking die wel eens naar boven komt. De pijp is leeg. Misschien is de pijp wel leeg bij Henny van der Ster. 100. Is het allemaal een beetje te veel voor hem geweest? Hij is natuurlijk ook niet gewend om zoveel grote wedstrijden achter elkaar te spelen. En dan komt er ook nog zo'n bouncer bij. Het helpt allemaal niet natuurlijk. Het helpt deze man wel in het zadel. Gary Anderson. Weer een 5 voor Anderson. Dat heeft hij vandaag heel vaak gedaan. Vijven gegooid. 44. Henny, you require 161. Ook Anderson is echt niet in topvorm hier in Egmond aan Zee gekomen. Dus je weet nooit wat er nog mogelijk is. Dit is prima gedaan door Van der Ster. Laat het dubbel 12 over. Anderson op 128. Triple 18. Ja, nog eentje voor dubbel 10. Maar die tweede gaat ernaast. Dan laat hij dubbel 18 over. Mag Van der Ster naar dubbel 12. Niet nog meer missen. Niet nog meer missen. Heel goed. 1-1 gemaakt. Henny van der Ster. Third leg, it's Henny to throw first. De break terug. Game on. Mag Van der Ster dus beginnen aan leg 3. Sixty. 180. Nee, je ziet aan de reactie van Gary Anderson dat hij dat wel kon gebruiken. Dat is een derde 180 van deze partij. 60. En weer geen triple voor Van der Ster. Het verhaal wordt een beetje eentonig. En ik heb in ieder geval het gevoel dat als Gary Anderson de volgende versnelling nog een keer inschakelt, die heeft hij, dat hij dan 100. Gary record makkelijk weg gaat lopen van Van der Ster. Maar vindt hij die versnelling ook? Nog een triple 19 niet. Laat. 101. Top zover wil ik zeggen, maar hij ging toch gewoon voor die bullseye. ...25 voor Gary Anderson. 60. Gary required 25. 9 voor dubbel 8. En 2-1.
Het is 2-1 voor Gary Anderson. En dat gaat alweer met speels gemak eigenlijk bij de schot. Fourth leg, it's Gary to throw first. Game on. Maar kan hij dat ritme vasthouden? Kan Van der Ster dat ritme ontregelen? 140. Anderson kwam 2-0 voor tegen Daryl Fitton. Fitton bleef vechten en Fitton kwam terug tot 2-2. 140. Anderson staat hier nog zeker geen 2-0 voor. Maar hij is toch aardig op weg. Heeft het ritme inderdaad gevonden. Gooit nog maar een keer 140 erachteraan. Dan moet Van der Ster mee. Moet ook de triples gooien. Dat is er één. Nog eentje erbij. Dat niet. 85. Anderson gaat hem wegzetten. Ja, dit is een beetje 140. De Gary Anderson die we kennen als de nummer 1 van de wereld. Van der Ster stribbelt nog tegen. Anderson naar triple 19. Gemist. 12. Voor Bullseye, Gary Anderson pakt de tweede set in stijl met een 12-darter. En Van der Ster heeft nu toch echt een probleem. Gary Anderson lijkt zichzelf nu zo kwaad gemaakt te hebben dat hij echt de pijlen gooit daar waar hij ze wil hebben. Ja, en kijk ook naar het gemiddelde van Van der Ster. Hij had in zijn kwartfinale een gemiddelde van 97. Dat is nu 18 punten gezakt. En dat is een te groot verval. Gary Anderson op 92. Ja, dat is nog niet eens op topniveau voor Anderson. Dat is natuurlijk wel gewoon een goed gemiddelde. 96. Van der Ster zal moeten hergroeperen. Die moet per leg gaan proberen die legs binnen te hengelen. Dan hopen 60. Dat Anderson nog ergens beslopen wordt door twijfel. Gaat hij voor de 180? Nee, dan houdt hij geen finish over. Dus hij gaat voor de 15. 165. Dan houdt hij wel een finish over. Gary, you require 140. Tops voor Gary Anderson. 40. En tops gaat erin. Gary Anderson lijkt er nu toch kort werk van te gaan maken van Henny van der Ster. Kan hij nog wat? De man uit Leiden. Die morgen weer naar de TU Delft gaat om daar zijn werk op te pakken. Kan hij nog iets betekenen in deze partij? Dan moet hij zijn eigen leg in ieder geval houden. 85. 60. 140. Nee, het wordt echt lastig. Want Anderson pakt de triples makkelijk en steeds makkelijker. Het is eigenlijk begonnen nadat het 1-1 werd in die tweede set. Toen heeft Anderson zichzelf even kwaad gemaakt. Vanaf dat moment gaat het allemaal een stuk soepeler. Van Ster stribbelt zo nu en dan nog wel een beetje tegen. Maar het is vechten tegen de bierkaai op het moment. Zeker, als Anderson goed gooit, dat doet hij nu niet. En dit opent misschien wat mogelijkheden voor Van der Ster. Triple 20. Niet gegooid, maar Anderson heeft ook nog een behoorlijke finish staan. Dus als je hem goed wegzet, is dat misschien nog wel wat mogelijk. Ja, het verschil is in millimeters, maar ze vallen wel aan de verkeerde kant. 131 voor Anderson, triple 17 gegooid. Tops, tops voor de Dream Boy, maar de eerste tops gaat ernaast. 91. Henny, you require 96. 96 is zo'n beetje de laatste strohalm voor Van der Ster. 20 gegooid. Nee, niet de triple. En je ziet het aan het gezicht ook 56. Van Henny van der Ster. Gary, het was mooi, 40. Maar het dreigt nu toch uiteen te vallen, het sprookje, als Gary Anderson dubbel 10 gooit. En Gary Anderson gooit de dubbel 10. Gary Anderson. Verschil in deze partij tussen Henny van der Ster en Gary Anderson is te groot.
Anderson begon de partij nog niet eens op topniveau. Maar op het moment dat hij een tandje bijschakelde, was het snel gebeurd met Van der Ster. Laten we eerlijk zijn, ook Van der Ster haalt niet zijn niveau van de kwartfinale. 180. Dit mag hij dan natuurlijk nog wel meenemen. Zijn eerste 180 in deze partij. Want vechten doet hij er zeker voor. Hij gaat voor iedere dart. En dat zie je de man uit Leiden. Nog een triple 20. Kijk aan, nog een triple 20. Dat is 5 keer triple 20. Jammer dat hij niet de beloning krijgt voor nog een triple 20. Nou, als je hem ziet staan op het podium, is hij zeker nog niet verslagen. Heeft er nog zeker zin in. En kijk eens aan, de triples gaan ineens weer vallen. Bij Henning van der Ster. Hup, nog een 140 erachteraan. Ja, ja. Wat een revival. Nee, en weer zo'n dart die uit de handen schiet van Gary Anderson. Helemaal naar de vier deze keer. We hebben al eentje gezien die onder in het bord kwam. 41 voor Van der Ster. 1 en tops. Tot 10. Alle tijd en genooid door Henning van der Ster. Maakt er 2-1 van. En dan mag hij zelf aan de vierde leg beginnen. Dat was een keurige leg van Van der Ster. Game on. Als hij de triples mag gooien van de ster, dan komt het wel goed. 100. Als hij die constantheid maar in zijn spel kan houden. Ja, Gary Anderson is hier ook niet voor niets gekomen natuurlijk. Die wil zijn titel verdedigen. 100. Ja, toch weer een triple gepakt door Van der Ster. En zo houdt hij de druk op Gary Anderson toch nog een beetje levend. Ja, dit is dan de vierde 180 voor Gary Anderson. En die zorgt ervoor dat Anderson op 98 staat. En dat Van der Ster op 101 komt, dat is wel zijn favoriete finish, maar Anderson mag eerst. 98, triple 20 voor de wedstrijd is dit niet gegooid. Triple 18 en dubbel 12 voor Gary Anderson en dan speelt hij de finale. Nee, hij speelt de finale nog niet in ieder geval. Van der Ster nog een keer 101 uitgooien. In de kwartfinale deed hij het 4 keer. 20 gegooid, triple 19. Nee, deze keer niet. En dan gaat de Schotse nummer 1 van de wereld, de titelverdediger op de Zuiderduin Masters. 49. Met drie darts in de hand naar de okkie toe. Gaat hij kijken naar dubbel 12. En gaat hij aanleggen om een plek in de finale veilig te stellen. Finale tegen Scott Waite. Gary Anderson pakt met de eerste dart de dubbel 12. En wint met 3-0 in sets van Henny van der Ster. Maar Henny van der Ster mag trots zijn op zichzelf. Heeft fantastisch gespeeld, in ieder geval in de eerste ronde en in de kwartfinale. Zal natuurlijk enige teleurstelling hebben. Het sprookje is voorbij. Maar ik denk dat in de halve finale gewoon de pijp leeg was bij Henny van der Ster. Goed gespeeld, maar naar de finale gaat Gary Anderson. 31.17 voor Gary, 28.15. Gentlemen on my right. Ladies and gentlemen, I think you'll agree. This weekend, he's been the pride of the Netherlands. Come on, put your hands together. Henny van der Ster!